Marco Kroon, fijn dat u met ons deze moeilijke dag toch over dit wil spreken. Laten we beginnen met in essentie. Ik bedoel, wat heeft u gemeld? Ik heb sowieso, omdat het een vrij gevoelige zaak is, mijn advocaat beloofd om dit voor te lezen. Omdat het vrij, het ligt vrij gevoelig. En ik ga een belofte maken altijd, die kom ik altijd na. En omdat ik zeker weet dat ik naar eer en geweten heb gehandeld, wil ik dit ook gewoon zo oplezen zoals het staat. Dus ik zal hem voorlezen. Vorig jaar heb ik bij Defensie een geweldsincident gemeld. Dit incident vond plaats tijdens een geheime operatie in vijandig gebied, Afghanistan 2007. Ik heb als commandant van mijn eenheid een vijand moeten uitschakelen. Deze vormde toen een ernstig gevaar voor de operatie, een gevaar voor het leven van mijn mannen en voor mezelf. Vanwege de grote politieke en militaire gevoeligheid en het hoge afbreukrisico heb ik dit incident lange tijd geheim moeten houden. Ik kon niet anders. Ik kon de operatie simpelweg gewoon niet in gevaar brengen. Vanwege de geheime aard kan ik niet in detail treden over deze operatie en ook niet over vertellen over het geweldsincident. Afgelopen vrijdag, 12 januari, heeft Defensie hiervan melding gedaan richting het OM. Ik wil nogmaals benadrukken, ik heb naar eer en geweten gehandeld en zie daarom ook de uitkomst van een mogelijk onderzoek van het OM ook met veel vertrouwen tegemoet. Ik kies er daarom ook bewust voor om dit zelf naar buiten te brengen, omdat ik het jammer zou vinden als dit nieuws u zou bereiken via andere kanalen buiten mezelf om. Want ik heb daar ook niet zo'n goede ervaringen mee.